Ik vind het zo leuk. Je zegt zelf, een hobby. Dit is een hobby voor ons. En we komen met elke dag naar werk, met plezier. Ik ben heel gelukkig. En dat is de passie. Passie, 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 passie. Ik ben heel dankbaar en heel blij dat ik heb gekozen om iets te gaan doen met mijn handen. Waarin ik in mijn tijd dingen voor anderen kan maken. En wat dan iets is, wat mensen kopen, waar ze van gaan lachen. Ik hoop dat mensen kopen niet per se een vaas, maar ik koop een heel klein onderdeel van mijn passie. Ik wil mensen ook een beleving geven. Niet alleen een wijnglas of een siepellichtje, maar die is echt gemaakt met liefde. En ik hoop dat zit erin. Ja, dat is heel mooi. Ja. Yes, yes. Dan ga ik in de kleur dippen. Ga ik hem inwarmen. En als je ziet, als je kijkt, de korrelen zijn nu grof. En als ze zijn zacht, dan is het gesmolten. Zo simpel is het. Ik hoop dat mensen koopt niet per se een vaas, maar ik koop een heel klein onderdeel van mijn passie. Ik wil mensen ook een beleving geven. Niet alleen een wijnglas of een siepellichtje, maar die is echt gemaakt met liefde. En ik hoop dat zit erin. Weet je, en dat is wat ik wil mensen geven of laten kopen. Ik vind het zo leuk. Je zegt zelf, een hobby. Dit is een hobby voor ons. En we komen met elke dag naar werk, met plezier. En Tam gaat ondertussen een pontilletje maken, denk ik, voorbereiden voor straks. Want ik ga deze opblazen. En Tam neemt hem straks over. Yes, please. Glasblazen voor mij is geduld hebben, doorzetten, niet bang zijn, veel met je handen werken. Met de siepellichtjes moeten jullie ontzettend samenwerken. Kan zeker. Leuk? Ja. Dit is een productieding, een siepel, een theelichtje. Mark begint en ik neem het over. Er is een momentje op de stoel waarop het van blaaspijp naar een stok gaat. Naar een pontiel noemen we dat. En dat is een heel mooi switchmoment. Want dan pak ik dus de siepel die bijna klaar is, pak ik over. En dan begint Mark al met het begin van de tweede siepel. Yes. Yes. En dat is een heel mooi moment. Ik doe dan de knip. Ik maak hem open. Ik verwarm hem nog een keer, zodat de knip mooi smelt. En ik tik hem af in de oven. Dat is heel leuk. Kun jij leven zonder glas? Nee. Weet je, ik vind dit fantastisch, maar wat ik me geef in mijn leven is nog leuker. Weet je, ik vind de contact met mensen heel belangrijk. En ik denk via dit krijg je contact. Dit is bijzonder hoor, ik zie het niet meer als bijzonder, maar ik snap hem wel. Mensen willen met je praten en je hebt een hele leuke contact. En dat vind ik echt belangrijk. En dat doe ik met glas. Maar dit ziet er zo simpel uit als jij het doet. Ja. Ja. Maar dat is het niet. Nee, dat is niet. Ik doe het wel 30 jaar lang. Dus dan natuurlijk. Hoeveel mensen kunnen dit? Iedereen kan het. Je kan het wel leren. Ik zeg altijd, ik gaf demonstraties aan kinderen vroeg, is dat moeilijk? Ik zei, nou, is fietsen moeilijk? Nee, fietsen is niet moeilijk. En ik vind Nederlander paraplu, telefoon, fietsen, ik vind het knap. Maar leren fietsen, dat is lastig, snap je? Kun jij leven van glas? Ja, gelukkig wel. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind wij hebben een heel leuk leven hoor. Ik hoef niet te denken waar het biefstuk vandaan komt. Dat kan ik wel. Ik hoef geen Ferrari, Lamborghini, nee. Wij hebben een heel rijk leven. Niet per se rijk, maar rijk in vrijheid, passie, beleving, mensen blij maken. Echt een gift, een rijkdom. Ja. Tamara, mijn vrouw, zij heeft geleerd hier. Zij heeft het nooit eerder gedaan. Ze komt voor winkelfunctie en zij is nu glasblazen. Weet je, dus iedereen kan het. Het is hoe ver jij kan als persoon, hoe ver je wil pushen, wat je drive is. Hoe precies komt dat? Precies. Maar ik vind als je een siepeltje hebt, dan heb je zoveel glas. Dan heb je deze dikte, of eerder de dunheid. En dat komt nou kijken, want hier komt vervolgens weer een heet stokje aan, het pontilletje. En dit moet dan in de juiste hitte zijn om dit te kunnen verdragen. Dus wel precies. Dit breekt sneller dan een vaas waar je hitte in hebt en wat meer massa heeft. Dus precies, ja, vind ik wel.
Is Oud-Marsum de ideale plek om glaskunstenaar te zijn? Ja, Oud-Marsum is een fantastische plek om een glasmaker, kunstenaar te zijn. Er komen natuurlijk gerichte publiek. Als het een perfecte plek voor een soort school, dat weet ik niet. Maar dat is een ander publiek, dat is een andere doelgroep. Dus ik denk van wel, maar voor glas en glaskunst is het fantastisch. Ja. Glasblazer ben je nu samen met Mark. Ben je gelukkig? Ik ben heel gelukkig. Ja, ik ben heel gelukkig. Ik ben heel, heel dankbaar en heel blij dat ik heb gekozen om iets te gaan doen met mijn handen. Dingen voor anderen kan maken met heet vloeibaar glas. En wat dan iets is, wat mensen kopen, waar ze van gaan lachen. Hard werken met iedereen om je heen. Dat is heel mooi. Ja, ik ben echt gelukkig. En dat is de passie. Passie.